Dit is het COVID-19-journaal, het programma van het ministerie van Volksgezondheid waarin u wordt geïnformeerd over het coronavirus. Wij proberen vanuit de regering met man en macht een situatie te creëren voor Suriname dat we COVID-vrij kunnen zijn en zo snel als mogelijk. COVID bestrijden kost ontzettend veel geld. Behalve geld is het een enorme belasting ook voor de gezondheidszorg, het personeel, de doktoren, het verplegend personeel, ambulancedienst, kortom de hele schakel. En wat de mensen niet moeten vergeten, we betalen handenvol geld ook aan de quarantaine mogelijkheden. Dus kortom, COVID kost veel en veel geld en ook veel inspanning. Geld en tijd en inspanning die we zouden kunnen gebruiken, misschien voor andere zaken die ook belangrijk zijn. Zaken die ook de jeugd ten goede zou kunnen komen. En wat we zien, dat juist van wie we verwachten dat ze mee zouden werken, hè, de jongeren van Suriname. En dan vind ik het heel erg, teleurstellend. Dat ondanks alle inspanningen die wij vanuit de bestuurdienst ook elke dag plegen, en we de mensen constant aansporen, aanspreken, doe het niet, denk erom, we geven het goede voorbeeld. En dan nog zie je dat Surinamers koppig zijn. Koppig, hardhorend. Sorry dat ik het moet zeggen, maar zo is het. We zijn ook hardleers. En de waarom snap ik eigenlijk niet zo goed. Want er is genoeg informatie in de media. Er is genoeg informatie vanuit de regering. We hebben ook het COVID-journaal van u. Desalniettemin zien we wederom dat mensen in het algemeen, maar ook jongeren in het bijzonder, hun gedrag heel moeilijk willen veranderen. Willen veranderen en risiconemers. Risiconemers om ziek te worden. En in het ergste geval om dood te gaan. We waren allemaal even enthousiast, optimistisch een paar dagen terug. En we zagen inderdaad de parabool omlaag gaan. Hè? En we dachten, hé, dat gaat goed. En ik maakte toen nog een grap. COVID is al halverwege richting Sanderij. Precies zoals hij ingevlogen is, zou hij weer wegvliegen. Helaas. Nauwelijks een dag later zien we weer een stijging. En daarom is het belangrijk dat iedereen ook die commitment moet doen naar je vrienden toe, naar je familie toe, naar je medestudenten toe, je matties. He? Want ook zij die jij vertrouwt, de mensen die vooral jij vertrouwt, je weet niet waar ze zijn geweest. Je weet niet wat ze hebben gedaan. En je denkt, ah, mijn matje komt, of mijn vriendin komt, sterker nog, of mijn man of vrouw komt thuis, je kinderen. Een ieder, niemand uitgezonderd. Niemand uitgezonderd. Je kan het niet lezen op je voorhoofd. Het is niet te zien. En wat we zien inderdaad ook nu, wederom, recent nog, de dagen voordat de scholen open zouden gaan, mensen massaal de stad in om schoolspullen aan te schaffen. Goed, dat mag. Maar wat ik mis is die verantwoordelijkheid, die social distance, mondkapjes, te dicht op elkaar, groepen van meer dan 10 personen. En dat handelszaken daaraan ook aan meewerken, dat gaat mijn petje te boven. Ik heb meerdere malen de bestuurdienst erop afgestuurd, hier in het centrum, onder andere. En ik heb het ook met mijn eigen ogen gezien. Ik heb meerdere malen langs gereden. En ik noem de zaak bij naam. Bij Popeyes zitten de mensen gewoon lekker in groepjes bij elkaar op het terras te nuttigen. En de regering heeft gezegd, de president heeft erop gewezen, u mag eten kopen waar er sprake is van een open terras. Geen gesloten ruimte. En wat zie ik? En we waarschuwen hoor. We waarschuwen. We zijn geduldig. We zijn menselijk. We zijn geen boel mensen. We waarschuwen. Maar als waarschuwen niet meer helpt, dan ga ik de mensen aanschrijven. En als dat ook nog niet helpt, dan gaan we kijken
om dan strenge maatregelen te treffen. En dan gaan we de mensen bekeuren, beboeten, zoals de wet dat voorschrijft. Ik vraag me af, willen we nog verder opnieuw in een lockdown? Was dat zo leuk? Was dat zo leuk, lieve mensen? Weer een lockdown? Gaan we weer 6-6 binnen zitten en klagen? Als de regering niet niks doet, is het ook niet goed. Als de regering maatregelen aankondigt, is het ook niet goed. Wat willen we eigenlijk in ons land? En wat willen we met ons land? Neem de verantwoordelijkheid ook zelf. Er wordt niet veel van je verwacht. En ook niet veel aan je gevraagd. De scholen zijn begonnen. Gisteren hebben we verschillende scholen bezocht. En ik moet de schoolleiding, de minister ook complimenteren. De scholen hebben hun zaken in orde. Maar ja, de kinderen gaan daarna van school richting huis. En ik heb opgeroepen ook, ga rechtstreeks naar huis. Trek niet de stad in. Ga niet hangen in de stad. Want deze DC gaat wel optreden. Ik mag het u alvast zeggen. Ja, we gaan wel optreden. Ik mag u zeggen, binnenkort is er een primeur komende week. Waarbij wij in georganiseerd verband gaan optreden naar de samenleving toe. Daarover hoort u komende week meer. Dus we bereiden nog meer acties voor. Want het is ernstig. En de regering is heel ernstig als het gaat om veiligheid. Als het gaat om gezondheid. En dat doet men niet omdat men boeboela's wil spelen. Dit is een doodserieuze situatie. Doodserieus. Ernstig. Laten we het niet langer maken dan het al is. We hebben gezien in Europa. Men is toen ook tot versoepeling overgegaan. Volle stranden. Het is zomer geweest in Nederland. Alle terrasjes zitten vol met mensen. En dat is een cultuur is daar zo. Het gevolg is nu. De herfst is aangebroken. En we zien de gevolgen daarvan. Met een raket gaan de cijfers omhoog. Met een raket. En nu moeten zij ook verplicht om mond-neusbedekking gaan dragen. De regering was ook al van plan om te starten met commerciële vluchten. Gisteren heeft de president dat zelf weer teruggedraaid. Nee, we gaan alles weer afsluiten. Want we zijn bang. We kiezen voor veiligheid. Veiligheid voor van u. Veiligheid van u, daar gaat het om. En laten we elkaar dit beloven, lieve mensen. Please, laten we elkaar beloven. Ondersteun elkaar, man. Heb jezelf lief, maar heb ook je naaste lief. Houd u zich alsjeblieft nogmaals aan de COVID-regels. En nog een reminder tot slot. Suriname is een partial lockdown vanaf 9 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Houd u zich eraan alsjeblieft. En was regelmatig uw handen en doe een mond- en neusmasker op, vooral in het openbaar. Let goed op uzelf.